omhoog. Hoi. Ja! Hoi. Hallo. En welkom bij een nieuwe video. Wij gaan jullie vandaag weer even lekker een dagje meenemen in onze dag. We zijn vanochtend al begonnen met mest meer. Dat is niet zo interessant voor een video. We hadden best wel veel te doen. Maar dat hebben we nu klaar. Bijna. We moeten alleen even nog één keer lopen en één keer mesten. En dan weer een keertje lopen. Maar daarna gaan we even lekker weer trainen met de ponies. Ik ga ze weer even pakken. En vanmiddag gaan we weer lekker op pad. Want dan hebben we een Go Social bijeenkomst. Ik ga paardrijden. Paardrijden. Ja, inderdaad. Op mechanische paarden. Dus daar heb ik wel zin in. En we gaan battelen of zoiets. Zeiden ze. En we gaan daarna... Prijspaarden. Ook, maar we gaan ook battelen of zo. Of battelen. Ja, dat weet ik niet. Dat zien we straks allemaal. En als afsluit gaan we lekker eten daar. Dat is lekker. Ja, inderdaad. Dus we gaan jullie vandaag gewoon weer eventjes lekker meenemen. Dus heel veel kijkplezier. Nou, het mesten zit erop. We moeten alleen nog even twee kruiwagens wegrijden. Maar dan is het ook weer klaar. We zijn nu de wei aan het opzetten. Om eventjes te lopen met de ponies. En ja, ook daarin gaan we jullie eventjes meenemen. Dus eventjes nog onze blokken goed zetten. En dan kunnen we aan de slag. Maakt dat ook niet uit. Oh ja, ik ging die... Goed zo. Peppa Woepie. Nou, de vorige keer dat we een dagje op stal deden, deed Wopper dit nog niet. En hij is het aan het leren. En zoals je ziet zijn we echt al wel een paar stapjes verder ondertussen. Hij begint nou door te hebben wat dat hij ongeveer moet doen. Nou, Wopje. Ja, goed zo. Ik wacht nog even hier dan. Ja, met kleine stapjes begint Wopper het ook te leren. Ik zei het gisteren, was hij ook al actiever inderdaad. Oh, we hebben net gelopen en die van mij die deed het echt zo fijn. De afgelopen keer was iedere keer af en toe nog een beetje rommelig en irritant of ze wouden niet meedoen. Of de ene wou niet meedoen, de andere wou niet meedoen. Maar ze hebben het zo goed gedaan en Pancake is geen één keer weggelopen, geen één keer gaan eten. Ik moet alleen echt Wopper met de sprongen aan het houtje hebben, want dan blijft hij gewoon achter. Ja. Maar dan weet hij dat Panini gaat bokken. Knappe Niggy, dat is zo goed gedaan, pony. Ja, weet je wanneer ik ze nodig heb? Bij de vlaggen ook. Ja. Met en dan volgens heel mooi hoog geworden. Nou, we stonden op punt om te vertrekken, maar toen bedacht Oreo even laat ik heel de zijkant van de trek meenemen. Die trapte Pancake en die trapte Miss en die zat zo de draad in. Hij heeft verder helemaal niks, alleen onze draden die die wel de draden zijn. Hoe heet dat? Ja, net kloten. Zo heet dat. Nee, dat was niet het woord dat ik zocht. Ja, dat is wel het woord wat het dat wel. Is. Gewond. Gewond! Onze draden zijn gewond, dat was het woord dat ik zocht. Hé, wat deed jouw pest in de Pancake? Ja, heb nou toch eens een keer de ballen om er tegenin te gaan, want daarom is dat. En die hebben jullie weggehaald. Ja,
We hebben jouw ballen weggehaald, hè, jongen. Ja. Daar heb ik ook spijt van. Ja, sorry. Hey, dus we zijn eventjes snel de trek aan het fixen. En dan kunnen we vertrekken naar de GoSocial bijeenkomst. Snel nog even naar huis, dat is mijn kan omkleden. Ja, inderdaad. Dat moet ik ook nog. Ja. Komt goed. Nou, we zitten in de auto, we zijn onderweg. We hebben een beetje vertraging omdat we weer inderdaad met z'n benen in de draad moest gaan zitten. Dus we gaan ietsjes te laat komen, ben ik bang. Maar ja, komt goed. Wat een mooie bomen. Pretty. Dat ken ik nooit normaal, hè? We hebben een vaste hoefsmid voor onze meneespaarden. Pensionklanten mogen ook hun eigen hoefsmid aanleveren. We hebben daarvoor een mooie aanwezig voor jullie kennen, denk ik wel. Met de achterbergbodems. We gaan zelf lekker in het restaurant lunchen en daarna stappen ze weer op en ze kunnen hun bosrit verder afmaken. Ja, in de pers, in de bosrit naar mijn hart. Weer 3 uur rijden, dan even eten, dan weer 3 uur rijden. De mesthoop gaat naar achter toe, maar daar zijn we dus nog mee bezig. En ook deze baan is weer voorzien van achterbergbodem. Het enige nadeel is dat wij hier geen officiële springwedstrijden in mogen organiseren, omdat het elektriciteitshuisje er staat, helaas. Ja, ja, dat is heel jammer. Of insecten binnen in onze stallen. Ja. Nou, dit was even klassisch. Ik zie hem zo, hè? Dus jullie mogen op allebei nog hier een keer rijden. We hebben daar ook de jockeypaardjes, daar wordt de jockeyrace gereden. Dus dat kunnen er 4 doen tegelijk. En hier kunnen er dus 2 tot 24 doen. Dus zelfs op de beurt mogen jullie bij ons komen en op de paarden. Het is wel heel donker, Christy. Ik zou even een lampje bij je zetten. Oké, hij gaat... Hij gaat beginnen. Echt star stable. Even kijken we. Star stable! Next level. Hij vindt het lekker. Hij heeft zijn oortje naar voren. Je moet hem niet aaien. Oh my god. Je moet hem ook niet aaien. Zo. Jamie, spreek er moed toe. Komt goed.
kwestie. Heb je ooit van je leven al wel op zo'n groot paard gezeten? Waar liggen je papieren van de Dela? Let's go! Is iedereen alweer weg? Ik moet extra eten dan, want die is dan nog zoeken. Ik wil ze ook aan die andere kant nog even. Ja, dat is een foto's gemaakt.